Het is wel grappig, hier achter me. Dit, grote beeld. Nou, je kan zien als ik ervoor sta. Goedemorgen, het is maandagochtend. Maandag? Nee. Ja, het is wel maandag. We zijn toch gisteren op zondag weggegaan? We zijn op zondag gegaan. Nou, en we hebben geslapen toch? Dan is het nu? Dinsdag. Oh, hebben we weer zo'n bui. Ik ben kleertjes dus hier aan het zoeken, maar ik had de kastjes redelijk netjes, maar dat is allemaal een beetje door elkaar gegaan, dus... Een beetje een troepje. Van het rijden natuurlijk. Nee hoor, niet van het rijden, omdat we in die kastjes hebben gezeten. We zitten ook nog op het bed. Maar leuk schat. Nou, ga je nou op mijn schoot liggen? Dat ben jij, ik duwde me om. Even wat ontbijten. Was het lekker, oma? Het slapen? Ja, ik heb ook wel vaak wakker geworden, maar toch wel goed geslapen. Maar eigenlijk was ik om 4 uur 's nachts uitgeslapen. Toen heb ik wel even wakker gelegen. Ja. Maar dan kom, ik ga hem wel nooit zo vroeg naar bed natuurlijk. Nee. Oh, ga je nou weer? Dat doe je zelf! Nee, waarom doe je hem ook? Oh. Nou, ik wou je knuffelen. Waar ben je nou? Ik krijg geen knuffel van jou. Oh, een voet in mijn rug. Oké. Ik loop dan 's ochtends vroeg met mijn handdoekje en mijn toilettas even de verkeerde kant op, want het is wel heel mooi waar we zitten. Gisteren met al die regen en zo kon ik het niet goed laten zien. Maar heel charmant met het licht en nog geen make-up op. Nog overballen. Maar kijk, als we net op het hoekje lopen bij de camping, kijk ons prachtige uitzicht hier. En staan hier allemaal leuke paddenstoeltjes. Nog veel meer. En daar ook. Echt herfst. Nou, daar gaan we dan. Met mijn start-stopknop. En dit is mijn 5 minuten waterfilm nu. Ja, het wordt wel warm. Wat een onderneming te douchen, echt. Ik ben dat niet gewend. Dan sta je zo'n hoekje en de douche spoot alle kanten op. Dus. Alles nat in dat hokje met aankleding. Dat ook niet hoor. Even snel opmaken en dan weer terug. We gaan dadelijk naar Keulen. Nou, even een plaatje wat. Echt heel handig dit, moet ik kijken. Ik zet mijn make-up erop. Ik ga het wel hier zetten. Beter. En kijk eens hoe oma zich wakker maakt. Met spelletjes. Haar lievelingsspelletjes. Gaan we spelen? Ja, we gaan spelen. Nou, we zijn nu aangekleed, opgemaakt en alles. En Sarah had het hier nog niet gezien aan het water. Omdat we normaal natuurlijk de andere kant op lopen. Het is zo mooi weer nu. Echt stralend zonnetje. Dus ik ga even mijn kind uitlaten. Er is een klein strandje ook hier, zie ik nu. En allemaal paddenstoelen tussen. Het is heel apart aan het strand met paddenstoelen. Even de energie. Ja, zwanen, daar moet je niet te dicht in de buurt, hè. Die hebben jongen, dat vinden ze nooit zo leuk als je dan komt. Van een afstandje kijken, dat kan. Leuk, hè. Het is wel prachtig hier, hè. Ja. Mooi, kijk, dit is het strandje. Kijk, ook een gans daar in het water, Sarah. Hele mooie gans daar. En daar de zwanen met de jongen. Het is echt zo helder water. Mooi, hè? Eeuw, gaat voor poep. Nee, dat is geen poep. Wel daar. Nee, kijk, je kan het hele water doorzien. Het is echt zo schoon, het water. Oh, kijk naar een huis. Ja, en kijk, daar staat boom een huisje. Gevallen. Ja, die is daar gevallen aan de overkant.
hele aparte paddenstoeltjes ontdekt. Kijk hoe gek die zijn qua vorm. Lijken wel bloemetjes. Kijk, hier staan er nog meer. Kijk hoe cool ze zijn. Kijk dan, die groeit echt haar. Ik ga spelen, mama. Is het goed? Nee, de speeltuin? Ja, we hebben een speeltuin ook ontdekt. Yay! Echt cool. Kijk. Klein stukje verder met lopen. Kijk wel even uit dat het niet heel vies is, Mop. Want we gaan zo weg. En ik heb hier ook niet onbeperkt kleding voor jou bij me. Is die een beetje vies? Ja. Nou, dan gaan we dat maar niet doen, hè? Want we gaan zo ook weer weg, hè? De schommel was wel schoon. Wow! Een goede redding. Oh, ik schrok ook, maar het gaat goed. Heel goed. Ja. Gaat het? Gaan we even handen? We zitten hier wel bij het toiletgebouwtje. Zullen we dan even je handjes wassen? Ja. Gaat het weer? Kijk, kijk, weer zo'n gekke paddenstoel. Ja, daar. Daar overal, ja, die is gebroken, zie je? Dat is wel zonde. Gaan we er niet, en daar, oh kijk. Die bestaat uit drie delen. Oh, die is heel voorzichtig door de paddenstoelen. We hebben een hele coole boom ontdekt. Ga er voorzichtig in. Ja. Is echt cool, hij loopt helemaal zo. Sarah in de boom. Waar ben je? Waar ben je nou? Ik ben hier. Oh, kiekeboe. Kiekeboe. Hij is echt cool. Waarom ik in de trein ga, dat komt doordat deze een beetje eigenwijze is. Eigenwijze schommel. Wat zei je? Eigenwijze schommel. En ik heb mijn rood met witte paddenstoel gevonden. Ik zocht hem en ik kon hem niet vinden. En ik zeg het net, ik wil hem zien. Ik draai me om. En we hebben hem. Mooi, hè? Ja. Wat gaan we doen met de? Bus. Met de bus. Vind je dat leuk? Ja, zij heeft een beetje een gekke bui. Die wil alleen maar vloggen als de camera uitstaat. Dat is leuk, hè? Zo gaan ze dus normaal besturen. Van de voorste zit daar de... Eindelijk aangekomen in Keulen en we stappen gelijk goed uit, want ik weet het nog, ik kwam hier vroeger wel heel vaak. Ik zal het laten zien. Het is wel grappig, hier achter me, dit grote beeld, nou je kan zien als ik ervoor sta, dat staat dus ook helemaal daar bovenop, maar hier staat het dat je het van dichtbij kan zien. Maar het is zo verschrikkelijk groot hier en daar lijkt het wel heel grappig om zo te zien. Aansteken. Je kan je wil zetten. En dan kan je heel veel vrije plaatsen. Kan je hier is een lege. Daar is een lege plaats. Als er een kaarsje uit is, mag je ook dat plaatsje kijk, kiezen. Dan kan je die, ook zo die weg halen. Weg. Ik wil wel aan. Ja, dan moet je even, kijk uit met je jas, schat. Want dat kan een beetje smelten, denk ik. Ja, zo doe ik voor jou. Oma steekt hem even een beetje voor je aan, schat. En dan kan je ook verzinnen aan wie je denkt bij je kaars. We hadden samen al iets gekozen, hè? Voor wie gingen wij deze doen? Ik ga hem dat is lief. Waarom oma alles in? Omdat het een beetje gevaarlijk is voor jou. Het oma schrikt zich kapot. Dan ga je dansen van het licht van de ramen. Ja. Je ziet het niet zo goed. Het valt weg. Thank you.
dit zo grappig. We zijn dus samen nu naar beneden aan het gaan. Een stukje van de catacombe wat je wel vrij in kan. Dus we vinden het gelijk weer heel spannend. Maar kijk eens hoeveel mensen hier naartoe gaan. Dat valt het best mee, toch? Kijk, het is hier gewoon heel licht. Dat is even een tunneltje. Kijk, hier is eigenlijk een oud stukje kerk. Hoe cool is dat? Vind je het mooi? Kijk, hier kan je ook door het hek hier kijken. Ja, daar heb je een hele oude ruimte. Nee, daar kan je niet naartoe. Het is een hele oude ruimte. Nou is het wel helemaal gerestaureerd, moet ik zeggen. Sarah, dit zijn nog hele oude muren van de kerk. Cool, hè? Zo, dit waren nog muren van de kerk van vroeger. Dit waren nog muren van de kerk van vroeger. Kijk, en daarna hebben ze het helemaal mooier gemaakt, zo. Maar dit zijn nog hele oude muren ervan. Cool, hè? Dat is heel anders. Ja. Het is heel mooi, hè, om dit allemaal te zien. Het is allemaal zo mooi gemaakt. Wat heb je hier in de tunnel? Heb je al gekeken? Nou, ik zie gewoon moderne dingen. Het wordt als opslag gebruikt, want dat zijn van die balken die ze ook in theater gebruiken. Van die lichtstelling of zo. Kijk, een oud bankje. Wat is hier? Ga eens kijken. Wauw, dit is wel heel mooi, hè? Kijk hier. Ja, kijk. Daar beneden kan je nog de oude stukjes zien. En dan hebben ze de hele mooie gangetjes. Oh, je moet nog steeds zo onder stoel. Ik zie het niet zo anders. Deze is echt heel cool. Kijk, hij gaat helemaal rond. Ja. Gelijk zoeken voor jouw snow globes. Kan je optillen? Want kijk, ik kan er niet op. Nee, ik kijk wel even. Kan je optillen? Ik zie er één. Ja, ik zie deze zou kunnen. Deze, die vind ik minder. Ik vind dit eigenlijk wel de mooiste bij de set die je hebt. En die andere, ja, deze zou nog kunnen. Dus ik zet ze wel laag. Kijk, deze past bij je set. En deze past bij je set. En dan heb je allemaal die gekke kleurtjes. Of deze is gewoon niet mooi. Weer terug en we hebben wat dingetjes gekocht. Sarah kan nu wachten om te laten zien. Dit is de Lush bruisbal, de Snow Fairy Glitter. Maar die laten we wel heel even in. Dat werkt denk ik even iets beter om naar huis te krijgen. Oh ja, Sarah heeft nieuwe sokken. Heel leuk. Allemaal panterprintje en dan een gewone en een gewone en een panter en een gewone. En twee maillotjes erbij. Altijd makkelijke kleurtjes. En deze. Deze. We hebben heel veel bij de Benetton. Dit shirtje voor Sarah. Die is een beetje op de groei. Maar ik vond hem zo leuk met dit mouwtje. Ander patroontje en stofje. Hé, doe die maar. Ja, laten we het jurkje ook even zien. Deze is ook van de Benetton. Met hele leuke zilveren bliksemschichten en stelletjes erin. Sorry, het is een beetje donker hier nu. Ik weet nog niet of het licht hier goed werkt.
Dan heb je deze bonte bodywarmer die je helemaal geweldig vond, ook van de H&M. Die is heel zacht. En hij is een beetje... Ja, bodywarmer. Ja, paarsroze. Deze bruine broek met een leuke ruitje in. Wat heb je nog meer? Oh ja, nog van de Benton. Want deze was van de H&M. En dan dit rode vestje. Van de beetje verloers van de Benton. En we hebben dan mama, deze broek. Mama. Hallo. Ik heb gewoon vier broeken. Deze is donkergrijs en recht, ja. Kan jij het lichtje hier beter aanzetten? Ik kon het niet vinden. Oh, nou kijk, hé. Deze ja, broek. Ik heb een lekker kopje thee. Ik. Of koffie. Ik ook wel. Oma. En honger. Thee. En dan heb ik deze. Deze is grijs en die is aan de onderkant flared. Dat vind ik tegenwoordig wel heel erg leuk. En deze is eigenlijk hetzelfde. Ja, maar deze is hetzelfde modelletje, mof. Dan in donkerblauw, ongewassen, zeg maar. En dan ook flared in de pijp. En verder slag. En we hebben deze. En een korte broek, ook van de Benetton. En leuk. Meer hebben we eigenlijk niet gewinkeld. Dus ik heb die vier broeken en Sarah heeft een hele stapel kleding. We hebben net gegeten. En elke avond dus gewoon met... Mama, waar blijf je, ja, ik... Met twee kuipjes en alle afwasspullen gaan afwassen. Dus... Ik weet niet of ik ooit aan de camping echt zal wennen, maar jij doet de deur, hè? Ik doe de deur. Sarah, wacht je even. Waar ben jij? Oh, grappenmaker. Ja. Het wordt zo donker als ik vroeg. Oeh, je ging bijna vallen. Ja, want er zijn al plassen, hè, van gisteren. Ja, en je wil echt niet in een plas vallen nu. En het is zo donker. Ik denk ook op de vlog dat ze nu niks zien. Alleen maar horen. Maar er komt een lampje even aan. Dat er tussendoor eigenlijk net nog een lampje gemoeten. Ja. Dan had je net... Nee, dat klopt. Ja, hij mist net. Mama. Mama gaat afwassen. En dan wordt alles blubbernat. Dalina. Als het goed is, ook een telefoon voor jou mee, zeg. Alsjeblieft. Dank je, koud. Alsjeblieft en ook je koud. Ik zit nog even aan mijn thee in mijn geweldige Anna aan Elsa beker. Maar deze is heet genoeg, of deze kan hete thee hebben. Sarah en mijn moeder zijn nog even naar het toilethuis. Dan ga ik even Sarah op bed leggen en dan... ik heb gisteren mijn make-up hier eraf gehaald. Maar ik vind hier heel klein en ik ga dat toch elke keer naar het toilethuis. Nog 's avonds, dus ik denk dat ik mijn toilet zelfs zo even gewoon meeneem. En dat ik het allemaal daar doe, want daar heb ik wel meer ruimte. En vanochtend was ik daar natuurlijk ook met mijn make-up dat die plankjes afvielen. Maar toen zag ik later vandaag dat ze aan de zijkant hebben van die muurtjes. Dus ik denk dat dat misschien handiger is, want dan heb ik gewoon een muurtje waar ik mijn toilettas op kan zetten. Ik vind het wel leuk, ik ben hier zelfs helemaal alleen en ik vind het wel echt een betere plek om mijn gezicht even te fatsoeneren en zo. Dan in een heel klein hokje in de camper. Of misschien ben ik gewoon te veel luxe part, ik weet het niet. Het zou zomaar ook kunnen. Zo, weer helemaal klaar. Ik doe het lekker licht af en toe. Dus weer terug naar de camper. En op tijd naar bed. Ik denk dat ik ook hier de vlog ga afsluiten. Want in de camper ligt Sarah al te slapen. Ja, dus dat is niet zo heel handig. Oh, nou ga ik natuurlijk in het licht. Wacht. Dan zie je me nog ergens een beetje. Bedankt voor het kijken. Laat natuurlijk even een duimpje achter en een comment. En dan zie ik je morgen. Doei doei.